Ik ben hier bij Damen Shipyard. En de Tesla is hier gewoon in de office-omgeving neergezet. Hier gaan ze. Kijk, dus even kijken of ze het leuk vinden om gewoon in deze wereld van automatische piloten om dat in een auto toe te komen. Komen we hier nog sensor uit van die deur? Nou, het is best wel een gedoe om hier uit te komen. Ja, want dat is toch wel gauw schijn. Ja, hier gewoon bij de indrukwekkende plaats van. Ja. Damon Shipyards, maar iedereen zit te roken. 2, 3, ja. Ja. Godsamme. Dat was 1/10 seconde. 1/10 seconde bij Damon. Ja. Wat doen we hier eigenlijk? Wat gebeurt hier? Hier wordt vooral afgebouwd bij de werf in Gorinchem. Oké. Hoeveel mensen werken hier? 1300, 1400. En een heleboel ruimte. Ja, kijk eens wat mooi. Doe je dit ding, onderste ding, twee keer naar je toe. Zo, loslaten. Handen loslaten. Heb je er vertrouwen in achterin? Ja hoor. Oké, maar mooi is dat. Ja, kan ik inderdaad of niet? Ja, je kunt ingrijpen. En ja. Hoe voelt dat? Ja. Nou, kom op, jullie zitten en die schepen van jullie zitten 80% op autopilot. Dus wat is dat nou voor een... We hebben nog geen nieuwe deodorant nodig. Ik wel, kijk maar, dat slaat helemaal. Hey, even een vraagje. Ik heb net een presentatie gehouden van als niet-scheepvaartman over innovatie. Hoe beviel dat? Dat was leuk. Heel leuk. Een hoop denk ik, technologieën die ook de scheepsbouw inkomen. Ja? Ja. Ga nog eens verder. Kun je er iets meer over zeggen? Want nu zijn we toch aan het rijden. Nou, predictive maintenance, autonomous ships. Heb je vertrouwen in dat het goed gaat? Nee, helemaal niet. Ja, oké. Eventjes zo. Helemaal niet? Oké. Okay. Hij stopt echt wel gewoon hoor. Ja. Bizar. Waanzinnig. Oké, dat waren dus de eerste stopervaring. Rij jij helemaal? Hey, ik hield een presentatie over bij jullie en ik was natuurlijk heel nerveus bij zo'n wereldbedrijf over innovatie te praten. Maar wat was je idee erover? Nee, het was hartstikke motiverend en wel heel inspirerend. We hebben het gehad over allerlei onderwerpen die ons ook gaan raken. Onderwerpen als predictive maintenance, autonomous ships, maar vooral de technologie die steeds sneller op ons afkomt. En daar had je hele mooie voorbeelden van uit andere markten. En die inspireerden ons, maar vooral ook denk ik heel goed om te zien dat ook voor onze IT'ers, daar was de presentatie voor, dat we zien dat die veranderingen steeds sneller komen en dat je daar als IT'er ook een hele grote rol in hebt. Ja, inderdaad. Hey, en elektrisch rijden en zelfrijdende auto's, wat vind je daarvan? Daar moet ik een beetje aan wennen nog. Ja? Innovatie is toch moeilijk de eerste keer. Ja. Die dame en mensen willen altijd gewoon die deur zelf dicht doen. Nee, druk nou op deze knop hier. Druk op deze knop. Close all. Ja, close all, bam. Dan gaat alles dicht. Een animatie. Ja, mega uit. Hans, wat doe je bij Damen? Meerdere dingen. Ik ben verantwoordelijk voor architectuur, voor security en voor customer demand. Ah, die architectuur waar 20% eigenlijk niet was, wist precies wat dat nou was. Ja, dat klopt. En die security waar we continu gehackt worden door de Russen. Ja, dus, inderdaad. Ja, nee, dat is echt de dingen waar je eigenlijk normaal gesproken gewoon helemaal geen hoofdbrekers over hebt. Ja. Waren die voorbeelden nog leuk waar ik mee aankwam? Waren wij nog toepasbaar in jouw business? Ja. Nou nee, het was allemaal heel erg leuk. De beeldspraak was onbedoeld trouwens ook heel erg leuk, want op het laatste, de boodschap was natuurlijk dat alles heel erg snel gaat en wij moeten opschakelen. De mensen die je presentatie moesten volgen, die moesten aan het einde ook flink opschakelen, want de slides flitsten voorbij. Dus daardoor werden ook sommige mensen even zoiets van, wow, hij gaat wel heel erg snel. Even autonomous zetten, Hans, nu. Ja. Je bent natuurlijk helemaal gewend aan autonomous, hè? Back, als je voor Damen werkt. Ja, maar ik ben wel een petrolhead. Dus ik moet wel even wennen aan het feit dat ik geen controle heb over een voertuig waar ik normaal gesproken echt hele leuke dingen mee wil doen. Ja. Heb je vertrouwen in dat dit goed gaat? Oh, jawel. Ik vertrouw het wel, maar je bent wel nerveus. Heel nerveus, ja. En dat is goed hoor. En vooral dat constante icoontje van software update vooruit. Jezus, moet je kijken. Als jij 40 jaar in dienst bent bij Damen, dan krijg je eigen parkeerplaats. Wauw. Nou, eens kijken wat ze dat nou vonden, Damen. Zelfrijdende auto's. Ja, echt waanzinnig. Hans, uw oordeel? Goedgekeurd. Zelfs voor een petrolhead als ik. Ja, elektrisch of zelfrijdend? Elektrisch zeker. Zelfrijdend moet ik er even aan wennen. Maar elektrisch alleen, de acceleratie alleen al waanzinnig. Maar zelfrijdend is veel belangrijker. Ja, wel. Maar dat wordt nog wel eventjes emotioneel afscheid nemen van 40 jaar hobby. Oké.
Dus de auto-innovatie bij een innovator in de scheep. Ja, ga maar. Doe harder, ja. Oké, rust. Wat doe jij dat rusten? We gaan hier rechtsaf. Ik ben erg. Oké, en nu rij je hier. Dan moet je het onderste knopje hier eventjes twee keer naar je toe trekken. En dan handen los. Handen los. Ja, handen los. Ja, oh ja, ja. What the fuck? Oh, dit is echt zo eng. Voelen jullie veilig hier, hè? Ja, ik weet het nog niet. Oh, ik wil het niet zien dat ze het niet wel zien. Ja, maar ze hebben het zo. They're loose. Wauw. Ja. Amazing. Ja, echt. Dat hebben ze op schepen ook, hoor. Echt? Dat is heel, heel bijzonder, ja. Maar het went. Het went. Ja? Ja. Oké. Ik vertrouw het nu wel. Je vertrouwt het nu wel. Nou, nu moet je dus gewoon eigenlijk zo van... Ja. Ja. Om te laten zien, het is niet flauw. Nee, echt absoluut niet. Holy shit. Zo, bij een benzinestation gaat Damen weer eventjes... I'm flabbergasted. I love it. Ja, wat? Elektrisch of zelfrijden? Elektrisch. Ja? En zelfrijdende auto's, wat vind je daarvan? Ik vind het wel cool. Ik moet er even aan wennen, maar ik zou er wel voor gaan. Hoe vind je dit rijden? Super. Ja? Echt super, ja. En adapten en dat ze zelf die autopilot? Eng, maar heel erg stoer. Oké. Wat vond je van mijn presentatie? Innoverend en inspirerend. Innoverend en inspirerend. Ja. Dat zegt hij nou niet enthousiast. Wat doe jij als hobby? Racen of zo? Nee, een beetje. Van, alleen een Tesla. Jongen. En wat doe je bij IT? Architect. De architect. Ja, oké, doe maar. Doe maar. Ja. Oma, ja. Oma, ja.